Oké, welkom terug. In de vorige video hebben we de deobus geunwrapped, dezelfde manier als we de crème pot hebben gedaan en van nu is de tube aan de beurt. Dus ik pak de bovenkant van de tube, backslash weer, ik doe even weer tijdelijk mijn unwraps of mijn modifiers uit, zodat ik beter zicht heb wat ik moet unwrappen. Ook dit is weer de cilinder die naar elkaar toe geknepen is, dus ook hier kunnen we de onderkant weer losmaken, selecteren. We kunnen de bovenkant selecteren en we kunnen dit randje eventueel ook selecteren zodat we daar weer eventueel een andere kleur of andere tekst aan kunnen geven. En we moeten dus naar de zijkant. Nou ja, als we bekijken hoe een tube eigenlijk bestaat, is het eigenlijk ook een cilinder die van de zijkanten meestal losgeknipt is. Dus laat ik een zijkant pakken en als je echt de tube tandpasta of wat dan ook pakt, zie je ook dat de zijkanten meestal samengesmolten zijn en de bovenkant dichtgeknepen is. Soms nog even handig om in wireframes modus te kijken of we alles geselecteerd hebben en we niet ergens een lijntje zijn vergeten. Ctrl E, Mark Seam, A, U, Unwrap. Dan heb ik hier mijn Unwrap. Vervolgens kan ik weer naar Material Preview gaan. Ik kan mijn, of mijn Material erop gooien. Checker. In dit geval wil ik deze pakken. Ik roteer hem 90 graden. En even controleren of die op de juiste manier 90 graden is. G. Ja, de A staat nog goed. Dat is prima. In dit geval kan ik mijn object daar naartoe verplaatsen. Iets groter maken. Dan wil ik eigenlijk dat mijn product duidelijk zichtbaar op deze manier. Dus misschien is de seam voor deze texture die ik heb gehad. Ik zit net te bedenken, ik verplaats hem nu wel, maar je ziet dat hij buiten het vierkantje gevallen is. En nogmaals, hij repeteert aan deze texture. Alleen nu krijg ik hier iets raars. Ja, wat ik eigenlijk gewoon niet wil. Dus misschien had ik die seam daar niet moeten maken. Dus ik ga weer terug naar wireframe. Ik selecteer deze scene, Ctrl E, clear scene. En nogmaals, dat hangt weer af van je texture. En ik wil de texture eigenlijk niet opnieuw maken. Dus voor multimedia doeleinden is dit prima. Om het dan op deze manier weer te veranderen. Alt, maak daar een selectie. Ctrl E, mark scene, A, U, unwrap. En nu kan ik roteren 90 graden. Dat ik in Material Preview zit, dan zie je dat mijn A verkeerde kant op is, dus ik moet 180 graden roteren. Nu kan ik hem op de plek zetten, iets groter maken en dan kan ik hem binnen het vierkantje houden. Om zo goed mogelijk model vorm te geven. Je ziet de bovenkant nog wat draad is, dat komt omdat we die losgemaakt hebben, dat zijn deze eilandjes. Dus mocht je even dit eigenlijk niet kunnen zien, kunnen we zeggen van Ctrl L, we selecteren het model één keer, of we selecteren één vertex, Ctrl L om te linken. Vervolgens kan ik het even weer verplaatsen op de X en terug, later weer terug te zetten, zodat ik even weer bij deze opties kan. Dus deze bovenkant zie ik dat dit zijn de bovenkanten. Dan roteer 90 graden, die maak ik zwart. Dus ik zet ze gewoon naar zwart toe. De onderkant is misschien een grijze. Nou, laten we eens kijken wat dat gebeurt. We selecteren deze weer, GX, we plaatsen hem weer terug. En zo hebben we de onderkant en bovenkant geunwrapped. Backslash, je hebt nog twee andere opties. En dit wordt er gewoon de kleur van de tube zelf, of de doppen. Laten we die hetzelfde houden en consequent blijven. Dus ook hier backslash. Ik kan even weer de modifiers uitzetten. Ik kan bovenkant selecteren, ik kan een onderkant selecteren en ik kan een achterkant een loop selecteren, Ctrl E, mark seam. En waarschijnlijk doet hij hier iets raars mee, in dit geval kom ik hiermee weg omdat dit eigenlijk maar één kleur is. Als dat niet het geval is, dan kun je ook zeggen, ik maak daar even een marquee selectie voor om hem helemaal uit te knippen, zodat ik zeker weet dat hij ook losgeknipt kan worden. Ctrl E, Mark Scene,
Al selecteren u unwrap. Nou, hij heeft het redelijk gedaan eigenlijk wel. Ik roteer het 9 graden allemaal. Ik schaal alles, want ik wil gewoon dat hij een zwarte kleur krijgt. Dus dit is prima. We zetten het monitortje weer aan. We zetten de material erop. Checker. En dan ziet het verder zwart uit. In dit geval zou ik hem dus niet hoeven te unwrappen, maar mocht je hier dus een texture aan toe willen voegen of een normal map, zodat dit wat meer oppervlakte schaduw krijgt of kleuren krijgt, dan wil je dus dat de unwrap wel goed is, zodat die ook meegenomen kan worden en de texture goed op je dop komt te staan. De onderkant precies hetzelfde, want dit is gewoon een cilinder, dus ik kan de bovenkant en de achterkant of de onderkant en ik kan één aan de edge. Aan de zijkant, mark seam, unwrap. En dit wordt ook allemaal zwart, dus ik kan het schalen, roteren 90 graden, geven en zwart toe doen, material eraan toevoegen, backslash, en dan zie je dat daar onze tube is geunwrapped. Zoals je ziet gaat het steeds sneller en dan kan je steeds, het is een herhaling van alle tools die we gebruikt hebben en seams toevoegen, seams weghalen, om zo het beste resultaat te krijgen voor wat jij wil. Nou, in de volgende video gaan we verder, dus dan gaan we bezig met de lotion bottle volmaken. Ik heb deze tube genoemd en dit lotion. Vervolgens gaan we deze unwrappen en we zien eigenlijk dat het dezelfde is als die, dus we gaan hier wat sneller doorheen. Maar ook hier laat ik weer de stappen zien. Dus ik zie jullie graag terug in de volgende video.